Op 15, 16 en 17 maart. Dan vindt dat Roomburger Park-referendum plaats. Je hebt er ongetwijfeld over gehoord, want het houdt de gemoederen nogal bezig in Leiden. Leidenaren mogen dan voor of tegen het herinrichtingsvoorstel van het park stemmen. En dat gaat tegelijkertijd gebeuren met de Tweede Kamerverkiezingen. En wekelijks trekt Sleutelstad beweringen over het plan na. Dat heet fact-checken tegenwoordig. Want ja, er is heel veel fake-nieuws, Rehanna. Dus ja, we moeten af en toe fact-checken. En uh, in deze eerste factcheck, want dit is eigenlijk de eerste aflevering van een reeks wat we nu doen, hè? Wacht even, want ik moet jou nog een ik beetje geluid gaan. geven. Ik, ik, ik wil zeggen, ik wil niet uh, alles meteen fake nieuws noemen wat iedereen uh, nu aan het campagne voeren is. Natuurlijk, um, ja, dit wordt inderdaad een, een reeks. De aanleiding is dat, uh, nou, er komt dus een referendum aan. Mensen kunnen gaan stemmen over dat herinrichtingsplan van de gemeente Leiden over het Roomburgerpark. Uh, nou is het zo dat uh, je kon campagnebudget aanvragen, voorstanders, tegenstanders, ook dus neutraal. En wij dachten als sleutelstad, ja, we vinden het toch wel belangrijk dat Leiden naar een goed Geïnformeerd zijn op het moment dat ze dus moeten gaan stemmen bij zo'n referendum. En het is heel moeilijk om voor iemand die er uh, ja, die niet in dat onderwerp zit, om dus af te kunnen wegen: is dit nou waarheid of is het niet waarheid? Klopt dit of klopt het niet? Dus toen dachten wij: Nou, dit vinden wij een goede rol voor ons als uh, lokale omroep. Om dus een aantal van die beweringen die zowel de voor- als tegenstanders in hun campagne meenemen, om die te gaan factchecken. Dus klopt het wel of klopt het niet? Ja, ik bedoel, het begrip fake news. Hè? Vijf jaar geleden hadden we daar nooit van gehoord. Sinds Trump weet iedereen wat ermee bedoeld wordt. En uh, ja, dat betekent dat je af en toe even moet graven van joh, wat klopt nou wel, wat klopt nou niet. Ja, ja. En uh, nou, dit is de eerste aflevering, want we gaan dat elke vrijdagmiddag doen voorlopig. Ja, hè? Klopt. Het uh, idee is om het de komende tijd, dus in deze uitzending vrijdagmiddag uh, nou ja, de bevindingen van de week te delen. En ook uh, elke vrijdag komt er in ieder geval een artikel ook over op sleutelstad.nl. Ja, de ene keer zal het misschien één onderwerp zijn wat wat breder wordt Uitgemeten. De andere keer zullen het ja, gewoon wat kleinere feiten zijn die bijvoorbeeld uh, nagekeken zijn. Dus het is niet per se elke keer dezelfde opzet, maar wel zo rond de vrijdag dat we weer met nieuws komen. En de, we bespreken dat in deze uitzending, en daarna kunnen mensen het terugvinden. Op Sleutelstad.nl. Op sleutelstad ja. uiteraard. Ja. En uh, nou, we trappen af met, met een van de belangrijkste onderwerpen, namelijk het geld. Het de geld. Kosten. Wat, wat, wat heb je deze week gefect checked Ja, de, de vraag die we eigenlijk een beetje centraal hebben gesteld: kost een hockeyveld 4,4 miljoen? Uh, dat, ja, dat klinkt natuurlijk een beetje absurd. 4,4 uh, miljoen voor een hockeyveld. En ja, waar komt dat getal dan vandaan? Waarom checken we dat? Het is omdat de, de tegenstanders hebben dat als een van hun slogans: 4,4 miljoen voor plastic groen. Doelend op dat hockeyveld dus, uh, want in dat plan is een van de uh, onderwerpen is dat de Romburg Hockey, dat die een vierde hockeyveld daar krijgen en daar moet, uh, ja, wat er nu ligt, moet daarvoor wijken. En dat is eigenlijk ook het, het grote punt waar het, uh, waar het voornamelijk om, waar het de discussie om draait. In, het, in, in de herinrichting van het Roomburgerpark uiteraard. Ja. En er is, een, er is een, een gemeentelijk plan en daar staan kosten in vermeld. En, ja. en de voor- en de tegenstanders die hebben daar, ja, uh, laat ik maar even zeggen, dingen uitgepikt. En nou ja, in dit geval is de slogan, hoe was die ook alweer? 4,4 miljoen? miljoen voor plastic groen. Voor plastic en dat, groen. Dat, dus, dat dat absurd is en dat, dat, uh, dat we dat niet moeten willen als uh, leiders zijnde. Nou, dus toen uh, ik ben gaan kijken, nou, hoe zit het nou met die kosten? Want ja, het is natuurlijk makkelijk roepen, maar als iemand het alleen hoort... Dat dat is ook geen, geen feit. Want een hockeyveld kost geen 4,4 miljoen. Ja, ik heb een... geen idee. Ik denk dat heel veel mensen niet weten wat een hockeyveld nou nee, kost. Dus of, ik... of een voetbalveld of een sportveld überhaupt. Ja, nou, ik, ben dus, uh, ik heb dus die, die plannen erbij gepakt ook van de gemeente en wat de voorstanders en wat de tegenstanders daarvan van vinden. Van die, uh, van die kosten en hoe ze dat ook hebben berekend. Uh, ik kan alvast het simpele antwoord geven op de vraag: kost een hockeyveld 4,4 miljoen? Het antwoord is nee. Want uh, er is ongeveer. 8 ton in gerekend in dit plan voor de aanleg van dat hockeyveld. Um, maar ja, die 4,4 miljoen komt natuurlijk wel ergens vandaan. Ja, dat moet, dat moet ergens op gebaseerd ja. zijn. En dat zijn dus de totale kosten voor dat plan. Uh, van de hele herinrichting van dat park. Dus daar zit ook een uh, athletic skills model veldje bij. Er zit een uh, een, een vernieuwde speeltuin zit erbij. Er zitten aanpassingen bij de Lorentschool zitten erbij. Uh, verkeersinrichtingen die anders moeten gaan lopen. Uh, compensatie van groen, dat voor dat hockeyveld weg moet. Dus er zitten veel meer aspecten zitten daar in dat plan. Uh, en nou zeggen de tegenstanders uh, van dat plan die zeggen: ja, die 4,4 miljoen, dat hele plan draait eigenlijk om de aanleg van dat hockeyveld. Wat dus Daadwerkelijk 8 ton kost. Maar dat hele plan is er alleen maar op dat hockeyveld mogelijk te maken. En ze noemen het uh, gevolgschade. Dus eigenlijk om de negatieve effecten van dat hockeyveld uh, recht te trekken, is de rest van dat geld nodig in dat plan om er dus weer wat moois van te kunnen maken. Dus vandaar dat zij zeggen dat hockeyveld kost 4,4 miljoen. Maar in praktijk is het dus het veld zelf kost 8 ton. Nou is wel interessant. Dus ben, dan hou je nog 3,6 miljoen over voor. Voor al die andere, andere dingen. Zaken. En de gemeente die zegt: even kijken hoe zij het precies zeggen. Een groen, ontspannen en sportief Roomburgerpark. Daar zetten zij het dus voor in. Dus voor al die andere dingen die er omheen komen kijken. Ja. En uh, ja, die, de tegenstanders, de, de stichting vrienden van het Roomburgerpark, die zeggen: uh, ja, dit is echt voor het verzachten van de negatieve effecten van het hockeyveld. Nou, dat is interessant. Ik ging dus even in die cijfers kijken, in die plannen. En dan zie je het dus echt een weer waaraan. Wat er allemaal is en wat mensen zeggen daarover en daarover vinden. En dan bedoel je de cijfers in de gemeentelijke plannen? Nou ja, de gemeentelijke plannen zijn heel uitgebreid, maar ook weer niet per se heel specifiek. Je kan als leek niet in één oogopslag zien van wat kost nou wat en hoe zit het nou precies. Komt ook nog eens bij dat het plan oorspronkelijk uh, uh, 5,9 miljoen euro was, maar het CDA heeft een amendement, dus een wijzigingsvoorstel ingediend waar de raad mee akkoord is gegaan, dat er geen uh, Uitbreiding van de kantine van de hockeyvereniging komt en ook geen theehuis. Dus dat was een besparing. Dus van anderhalf miljoen. Dus uiteindelijk kwam het op 4,4 miljoen. Nou zeggen de. Nou ja, we noemen, ze noemen zichzelf een neutrale groep bewoners en uh, betrokken stadsgenoten die de uh, website homeburgerparklijden.nl hebben opgericht. En ze ja. het waar dan neutrale feitelijke informatie moet staan. Uh, die hebben ook een uh, bedrag genoemd, maar die komen dus met een. Uh, een getal van een kleine 3,8 miljoen voor die totale plankosten. Dus dan denk je. Dus dat is weer 6 ton minder dan die 4,4. Ja, maar wat klopt er nou? Nou, ik ben daar dus even ook ingedoken. Van waar hoe, is die 6 ton gebleven? Waar is die 6 ton gebleven? En wat klopt er nou? Wie heeft er gelijk? In dit geval uh, is die 3,8 miljoen is niet goed. Want zij hebben een rekenfout gemaakt bij de aanpassing van dat plan. Dus toen het ging van die 5,9 min dat. Theehuis, om het zo te zeggen, en wie zijn zij? Is... Ja, de, de, de neutrale, ja, ja. Uh, me, okay. de 3,8 uh, mensen, zeg maar. <laughs> de 3,8 miljoen mensen uh, die hebben dus die hebben een andere post geschapt. Die hebben de hele post-ontmoeting, zoals dat in het plan staat van de gemeente, geschapt. En in die ontmoeting zat ook die ontmoetingsplek, dat Theehuis. Maar er zit nog meer ontmoeting in het plan. En niet alle ontmoeting is er uitgeschrapt ge met dat voorstel van het CDA. Want er zit ook volgens mij een jongere ontmoetingsplaats. Ja, die is dus, ja dat is of die ja, het litig skills model veld inderdaad. Heb okay. je. Dat is ook ontmoeting. Ook je ontmoeting. Ook er zit dus meer ontmoeting in. Dus uh, om het even op een rijtje te zetten. Uh, de tegenstanders zeggen het is 4,4 miljoen. Want die 5,9 min 1,5. De neutrale mensen die de feitelijke informatie op een website hebben gezet, die zeggen: het is 3,8 miljoen. Maar die hebben dus een rekenfout gemaakt. De totale plankosten zijn 4,4 miljoen. Maar een hockeyveld kost geen 4,4 miljoen. Dat is 8 ton. En deze facts die zijn allemaal gecheckt. En dat is allemaal terug te vinden. Zometeen op sleutelstad.nl gaat nu onmiddellijk. Ga je al die cijfers erop zetten? Ja. Zeker. Hey, uh, even een, een, een vraag, want het is natuurlijk een enorm gegoogel met cijfers. Uh, in hoeverre zijn die cijfers van invloed op de, op, de, ja, op, op, op de stemming? En dan bedoel ik misschien wel de stemming op 15, 16, 17 maart, maar ook de stemming in de stad. Ik bedoel, gaat dat verschuiven als blijkt dat iets een paar ton meer of minder. Kost. Want ja. ik nogmaals, ik denk dat mensen eigenlijk niet zo'n idee hebben wat een hockeyveld kost, wat zo'n herinrichting nou kost. Ja, is ja. het nou veel? Is het weinig? Is het, is het redelijk geprijsd? Bewijzen ja, dat is ik heb ook geen idee. Nee, dat is natuurlijk lastig in te schatten. Het is maar, het is natuurlijk wel een verschil: of een hockeyveld 4,4 miljoen kost, of dat een hockeyveld 8 ton kost en dat er andere dingen in dat plan zitten voor die 4,4 miljoen. Uh, ja, het is gewoon belangrijk dat mensen een eigen mening kunnen gaan vormen op basis van cijfers en feiten die ze ook kunnen snappen en, en die, er, die er ook echt zijn. En het is logisch dat voor en tegenstanders het willen framen in een bepaald iets, want zij hebben natuurlijk een, een bepaalde reden zijn ze er voor of tegen en dat heeft met allerlei fe feiten en dingen bij elkaar te maken. En ze gebruiken dingen die zij zelfs zijn tegengekomen om mensen te overtuigen van hun gelijk. Dus dat is logisch, maar wij willen gewoon dat de mensen het kunnen lezen zoals het is, zonder de framing eromheen. En als ik nou uh, heel naïef denk, nou ja, als ik wil weten wat het kost dan, uh, en ik wil echt weten wat het kost, dan ga ik naar de gemeente. Want ja, die, die uh, geeft betrouwbare informatie. Ja, dat kan zeker. Het is wel heel lastig uh, vinden als je uh, niet weet hoe je en waar je moet zoeken. Ja, dus, het is redelijk onoverzichtelijk. Het is onoverzichtelijk, he? ja. ja. Oké, okay, dus uh, sleutelstad.nl is dan het, het beste alternatief. Zeker. Rianne van Kleef, dankjewel. En uh, nu snel al die cijfers op de website zetten, dan kan iedereen het zo direct nakijken. Waar gaan we het volgende week over hebben? Uh, ja, er zijn nog een aantal onderwerpen die er aan zitten komen. Bijvoorbeeld het kunstgras. Hoeveel kunstgras komt er nou in dat park? Want dat is ook nog een, een vraag. Uh, de bomen, hoe zit het daarmee? Er moeten uh, moet bomen gekapt worden om dat hockeyveld. Uh, Mogelijk te maken, maar er komen ook weer bomen voor terug. En wat, ja, wat betekent dat? Is, is de ene boom de andere boom? Uh, hoe lang duurt het dan voordat er weer volwaardige bomen zijn? Uh, aantal leden van de hockeyclub, dat is ook zo'n onderwerp waar veel discussie over is. En of ze inderdaad meer ruimte nodig hebben. Genoeg te factchecken. Ik spreek je in ieder geval volgende week weer. Brianne, dankjewel.